En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 8 september. Aan het begin van de avond wordt er een bui verwacht in het binnenland. Voor de rest van de avond, nacht, blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen komen er in de middaguren perioden met buien voor met kans op een onweersbui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 8 september de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.